De gouden medaille op de Olympische Spelen heeft hij nog maar net in handen. Maar schaatser Kjeld Nuis heeft alweer een nieuwe uitdaging. Hij gaat een snelheidsrecordpoging doen op schaatsen. In Zweden met een windscherm van de TU Eindhoven. Bert Blokke van de TU, goedemorgen. Goedemorgen. Als ik het goed begrijp, gaat dat windscherm weer aan een auto zitten. En die rijdt dan voor Kjeld Nuis en Kjeld rijdt daarachter in de slipstream. Klopt dat? Ja, ja, dat zou de bedoeling zijn. Nu, ik moet wel even specificeren, het windscherm is niet door ons gemaakt. We hebben wel computerberekeningen gedaan en windtunneltesten. Maar het windscherm is dus eigenlijk gemaakt door iemand in het consortium, Niels Naber, die daar heel goed werk heeft verricht. Maar het klopt inderdaad wat je zegt. De bedoeling is inderdaad een stevige terreinwagen voor die windvanger, zoals men hem heeft genoemd, te plaatsen. En die dat ding dus met hoge snelheid gaat voortrekken. En daarachter ontstaat die windluwe zone waarin dan onze topschaatser zijn wereldrecord zou moeten vestigen. Ja, en dan kun je dus ook een stuk sneller schaatsen dan gewoon buiten in de elementen, om het zo maar te noemen. Hoe hard wil Kjeld gaan schaatsen en wanneer heeft hij een wereldrecord te pakken? Hoe liggen die cijfers? Ja, dat is een goede vraag, omdat als je kijkt naar de wereldrecords in het schaatsen, dan zijn dat eigenlijk altijd records die gespecificeerd worden op de traditionele afstanden, 500 meter, 1000 meter en zo verder. En dan gaat het over de gemiddelde snelheid over die afstand. En dan zie je dat dat altijd in de buurt van de 54 kilometer per uur ligt. En dat is eigenlijk niet zo heel veel, hè, want een schaatser heeft een topsnelheid, wanneer die uit de bocht komt, die al hoger is. Maar dat zijn dus gemiddelde. En voor zover we weten, is er eigenlijk nog nooit een wereldrecordpoging gedaan met hulpmiddelen zoals dit soort windvanger. Ja, dus bij wielrennen is dat wel al gebeurd in het verleden en dan kom je tot inderdaad heel hoge snelheden. Dus nu is het de eerste keer dat dat in het schaatsen gaat gebeuren. Nu, Kjeld zelf heb ik heb gezien en gehoord dat hij het getal 100 km per uur heeft vermeld. Wij hebben berekend en gemeten wat het theoretisch maximum is, dus aerodynamisch gezien. Of je dat kan halen hangt natuurlijk af van andere factoren en van de omstandigheden. Ja. Je weet nooit natuurlijk of er zijwind gaat staan op dat moment. Je weet ook niet hoe de conditie van het ijs gaat zijn, want het is nu vrij warm daar, ook in Zweden. Dus er zijn allerlei toch wel onbekende factoren die natuurlijk wel eigen zijn aan een wereldrecord dat eigenlijk nog nooit is betracht. 100 kilometer, ja, dat heeft hij zelf inderdaad gezegd. Het is gewoon buiten op natuurreis, begrijp ik, hè? Ja, het is inderdaad op een bevroren meer. Ik weet niet of u een beetje thuis bent in het schaatsen, maar met 100 km per uur, dan moet maar niet een scheurtje net ineens voor je opdoemen, want dan krijg je toch een enorme crash. Ja, inderdaad. Dus het ijs wordt nu ook al dagenlang voorbereid en dat die voorbereiding zal verder gaan. Dus het is wel, er komt inderdaad wel wat bekijken bij zo'n recordpoging. En de veiligheid moet voorop staan en dus inderdaad, scheurtjes in het ijs is één belangrijk ding. Een ander ding waar ik wat in geadviseerd heb, is het schommelen van die windcatcher. En die hangt achter een wagen. En voor mensen die wat thuis zijn in de natuurkunde, die kennen het begrip eigen frequentie. Dat wil zeggen dat bij een bepaalde snelheid van die wagen, afhankelijk van bandenspanning en gewichtsverdeling, gaat die windvanger ook beginnen slingeren. En natuurlijk in zo'n recordpoging, het is belangrijk om het record te halen, maar nog belangrijker is de veiligheid van alle betrokkenen en zeker van de atleet zelf. Dus dat is ook iets dat allemaal op voorhand getest gaat worden. Beetje vergelijkbaar met de slingende caravan voor wij Nederlanders. Ja, precies. En dat moet natuurlijk vermeden worden. Jazeker. Wanneer gaat het precies plaatsvinden? Wanneer gaan we Kjeld daar los zien gaan? Wel, de datum die we nu heeft vastgesteld is 28 maart. Gisteren is er eigenlijk ook nog gefilmd hier en er wordt een hele documentaire rond opgenomen. Maar 28 maart denk ik, verwacht ik dat het ook in de media komt. Ja. Dus het resultaat van de recordpoging. Nu, het is een poging en we moeten even benadrukken, dus we weten ook nog niet of het succesvol gaat zijn. En zoals eerder gezegd, dat van ijs en andere omstandigheden. Maar in elk geval denk ik, het hele team heeft er in de voorbereiding alles aan gedaan. En nu is het nog maar hopen op die ideale omstandigheden. En het is aan Kjeld uiteraard om hard te schaatsen. We gaan het volgen. Zeer interessante recordpoging in ieder geval. Bert Blokke, dank u wel voor uw uitleg.